Wij staan hier voor het aanbieden van de petitie de keuzevrijheid aanstaande moeders om te bevallen waar je wilt. En dat betekent dus dat je een eigen keuze hebt als je zwanger bent hier op de eilanden waar 200.000 inwoners wonen, ja, om hier je eigen keuze te kunnen zeggen van nou ja, ik beval thuis en of bij een indicatie of bij een acute bevalling in het ziekenhuis in Spijkenisse. Het Spijkenisse Medisch Centrum is sinds 2013 niet meer ingericht met een verloskundeafdeling. Er worden geen baby'tjes meer geboren. Er is geen mogelijkheid meer om een keizersnee bij wijze van spreken toe te passen of levensreddende handelingen indien nodig, hè, wat toch bij een ziekenhuis hoort, om dat uit te voeren. Het is zorgelijk dat wij, zeker ook met onze infrastructurele problemen die we al hebben, maar die dadelijk ook nog door de grote onderhoud van anders bij de bruggen, de Spijkenissebrug en de Hartelbrug, dat we dadelijk het eiland niet meer afkomen. En zeker bij zo'n acute bevalling is dat zeer levensbedreigend. Het is niet de bedoeling dat we hier angst gaan inpraten voor aanstaande moeders. Absoluut niet. Want dat is al spannend. Een bevalling is al spannend. En als dan ook nog te lang moet worden gereden naar Rotterdam of naar Delft of waar dan ook, dan is die spanning nog groter. En dat willen wij dus voorkomen door hiervoor te pleiten bij het ziekenhuis, bij de directie van het Spijkenisse Medisch Centrum, om te gaan zorgen dat die verloskundeafdeling weer terugkomt in het ziekenhuis. En niet overmorgen, maar eergisteren al. Hij had er al moeten zijn. Gaan we de petitie aanbieden. En ik moet zeggen, we hebben meer dan 1050 handtekeningen opgehaald. Digitaal heb ik er 183, maar er zijn ook handmatige handtekeningen opgehaald. En die gaan we dus aanbieden aan de directie van het SFC, de directrice Tessa van Manen. Het is een landelijk probleem namelijk. Het speelt niet alleen hier. We hebben 26 veiligheidsregio's in Nederland. Hè, en wij hebben een van de veiligheidsregio's, de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ik ben er al zo vaak geweest en ja, het wil maar niet vlotten met de politiek. Dus wij willen gaan vragen, ook aan de politiek, daar zijn wij mee bezig, om daar aandacht voor te vragen. Ze hebben ons ook beloofd dat zij met een plan bezig, een opleidingsplan bezig zijn, voor met name ook de zorg, want dat is hun afdeling, daar bij VWS. En dat is in ieder geval heel belangrijk, dat er meer mensen op tijd worden opgeleid. En verder is het afwachten. We gaan het dadelijk zien wat de directie te vertellen heeft van het Spijkenisse Medisch Centrum. En dan hebben wij, dan horen wij wat zij zeggen en dan kunnen we verder. Hallo. Hi. 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 Charlotte, weet ik. Ja. Heb ik nog aan de lijn gehad? Ja, ja. Goed. Er zijn in totaal 1056 handtekeningen verzameld voor wat de vraag is. Keuzevrijheid, aanstaande moeders, om te bevallen waar je wilt, om hier weer een verloskundige afdeling te krijgen. Dat is eigenlijk de doelstelling van deze demonstratie. En waarom? Ga ik u vertellen. Waarom vinden wij dat nodig als Stichting Acute Zorg? Wij vinden ook dat er een volwaardig ziekenhuis moet komen. Dat is eigenlijk de hoofdmoot. Maar om alvast te starten met iets wat echt hoog nodig is hier in Spijkenisse, in het medisch centrum, voor inwoners, 200.000 inwoners van de eilanden, van Voor de Put en Rotenburg en Hooglied, dat gerealiseerd gaat worden. En wij vragen u als directie om dat mee te nemen in uw beleidsvisie en in uw werkwijze en samen met de zorgverzekeraars, andere directies van ziekenhuizen, met alles wat eigenlijk met de acute zorg te maken heeft, want wij vinden een baby die geboren moet worden, is een acute zorgvraag en die moet hier zijn. Het kan niet zo zijn dat er al 10 jaar lang hier bijna geen baby geboren is.
in het ziekenhuis. Want ik weet toevallig dat er één geboren is, maar dat was een toevalstreffer, omdat dat toen plaatsvond. Dat kon niet anders. Maar goed. Ik heb hier mevrouw Rosina Visser, verloskundige in Spijkenis, die ook gisteren in het AD een heel verhaal heeft gehouden over de noodzaak om verloskundigen hier in het ziekenhuis te laten plaatsvinden, wanneer er medische indicatie is, maar ook wanneer het acuut gebeurt. In gevaar zijnde aanstaande moeders, in gevaar zijnde aankomende kinderen, want dat is namelijk het geval. Ik heb zelf ervaren als kind, ik heb het u wel eens verteld, dat ik op straat ben geboren, dankzij een oplettende huisarts die op de hoek zat, die mij direct naar het Zuider ziekenhuis 1500 meter verder had gebracht, waardoor ik hier sta. Want als dat nu had gebeurd hier in Spijkenisse, dan had ik over 68 jaar niet gestaan bij de vrouw. Want dan had ik helemaal, dan hadden ze met mij een klein beduurtje van 1800 gram. Waarschijnlijk had ik het niet gehaald. Maar goed, het is een waarschijnlijkheid. Ik kan het niet s'avonds, maar ik wil het toch maar even verteld hebben. En ik wil u dan ook... Hallo, het is mijn eer dat ik namens mijn collega's het woord mag voeren. Door werkomstandigheden kunnen we natuurlijk altijd overal aanwezig zijn. En ik ben heel dankbaar dat er mensen zijn die opkomen voor zwangere vrouwen en hun kinderen. En we weten dat niet alle besluitvorming bij jullie ligt, maar we hopen wel dat jullie dit inderdaad meenemen. Omdat ik denk dat heel veel mensen ontzettend blij gaan worden als wij inderdaad weer een volwaardig ziekenhuis zijn. En ik denk dat het niet per definitie te laat is om de tijd te keren. En ik denk dat het belangrijk is dat de bevolking gehoord wordt in hun wens en in hun noodzaak voor hun medische zorgen. Dus bij deze... Ooievaartjes die gewoon, want alle kinderen weten dat de baby's via een ooievaart komen, hè, dat moet ook zo blijven. En ooievaartjes die vliegen af en aan naar het ziekenhuis om kinderen te brengen en te halen. Hè. Dus eigenlijk te halen bij het ziekenhuis en bij de ouders te brengen, want dat is eigenlijk het verhaal wat ik altijd heb geleerd. Dit is eigenlijk een karikatuur die hier op betrekking heeft. Want u ziet het, er zijn nog baby's die hier geboren worden. Dus die wil ik hier alvast overhandelen. Dankjewel. En dan heb ik er nog één. Mag ik hem? Dankjewel. Wat het grootste probleem is, waarom hameren wij nou zo op het feit dat het nut heeft om een verloskundeafdeling hier te hebben? De infrastructuur hier, u niks aan kan doen, wij niks aan kunnen doen, die is dermate verslechterd de afgelopen jaren. En de aankomende jaren wordt het nog erger door het groot onderhoud aan de Spijkenisse brug en aan het Hartopbrug, waardoor de wegen dicht zijn. Dus de fileproblemen, het moment van wanneer je zwanger bent om naar Rotterdam of waar dan ook toe heen je te moeten gaan om te bevallen, dat wordt nog erger. Dus het is niet alleen een kwestie van hier geld investeren en met alle middelen die we hebben, een verloskundeafdeling hier te openen, wederom te openen, maar ook een politiek probleem waar we ons voor in zullen zetten, hè, en in gesprek zullen gaan met ook die afdelingen. Wij hopen dat u dit als plaatje mee wil nemen in uw gesprekken met de zorgverzekeraars, met de directies van de ziekenhuizen die eigenlijk in het verleden besloten hebben, samen met meerdere, het ROAS, etc. Het is het regionaal overleg uit de zorgketen, onder leiding van toenmalige ex-minister Kuipers, besloten hebben om hier met name die verloskunde weg te halen. En laten zij nou gaan besluiten, die beleidsmakers en die bepalers, om het tijd te keren, om het omdenken, ze moeten gaan omdenken, opleiden van personeel, zorgen dat er hier een zorgcampus komt, die gaat er komen, maar zorg ook dat er woonunits zijn voor de studenten die hier dan kunnen wonen en in de kost kunnen. Voor niets, dat hoort bij de opleiding. Dat zijn onze ideeën die wij ook van de week afgelopen donderdag bij het ministerie van Volksgezondheid en Sport hebben gedropt.
En ze nemen dat mee in hun nieuwe plannen, opleidingsplannen. Dat wil ik weten, Anton. En graag een reactie. Nou, dank jullie wel. Wij waarderen iedereen die zich inzet voor de zorg in de Pissewaard en verder in Nederland. Ik neem heel graag de petitie in ontvangst en ik overleg dan verder intern wat we daarmee kunnen gaan doen. Dus daar hebben we het eigenlijk mee gehouden. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank u wel voor het aanhoren. Het was een lang betoog. Hè? Dat is altijd een lastig. Maar dat weet u van mij. Maar ik hoop ook dat u weet wat er gezegd is. Ja, absoluut. En ik weet ook wel zeker dat u dat hebt gehoord. Ja. En ik ga u dus de petitie aanbieden. Maar ook de opmerkingen die op de digitale petitie zijn gemaakt, die zitten allemaal ook als bijlage erbij. Ja. En ik wil er toch wel eentje uithalen. Er is er zelfs eentje, die werkt ergens anders in de ziekenhuis bij de afdeling verloskunde of met het Van Eyck. Maar die gaat direct solliciteren als hier een verloskunde afdeling wordt geopend. Dus aan personeel, geen gebrek. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, mensen, dit is een